Hi, ik ben Melina. Welkom bij Taking Time. Vandaag een korte, maar fijne yoga flow voor de heupen, voor de bekken. Ik denk dat de meeste vrouwen ergens tijdens de zwangerschap wel enig ongemak daar zullen ervaren. Dus vandaag een korte flow om daar wat verlichting naartoe te brengen. Doe je lekkere kleertjes aan, pak de mat en dan gaan we beginnen. We gaan vandaag beginnen in de firelock houding. En wat we daarbij gaan doen is, je brengt je rechterbeen omhoog, ongeveer ter hoogte van je linkerknie. Kijk even wat comfortabel is. En je linkervoet zit ongeveer ter hoogte van je rechterknie. Als je merkt dat je knie heel erg omhoog komt, of als dit gewoon überhaupt oncomfortabel voelt, dan breng je je benen gewoon en je voeten gewoon voor je neer. En anders breng je rechtervoet op de linkerknie en je linkervoet onder de rechterknie. En dan kom je goed rechtop zitten. Maak je rug recht, rol je schouders naar achter. En dan adem je diep naar je bekkengebied, naar de heupen, naar de bilspieren. Zorg dat je goed rechtop zit. Wervelkolom recht. Kin is parallel aan de vloer en adem diep in. Richting die heupen, richting die bekken. En adem uit, laat alles los. En kijk of je met je ademhaling wat verlichting naar die bekken en naar die heupen kunt brengen. In, je stuurt je adem richting dat gebied en uit. Laat los. Brengen we hier nog 3 ademhalingen door. Dus je ademt diep in en je stuurt je adem richting die bekken, richting die heupen. Je verzacht met je adem. En dan brengen we nog 1 ademhaling hierdoor. En op de laatste uitademing kom je rustig uit de houding. In gekruiste benen zitten. Gaan we naar de volgende kant. Weer rug is rechtop. Je brengt nu je linkervoet op je rechterknie. En je rechtervoet komt ongeveer ter hoogte van je... Ik weet niet wat dat was. Van je rechterknie. Dus je linkervoet zit ongeveer ter hoogte van je rechterknie. En je rechtervoet ongeveer ter hoogte van je linkerknie. Rol je weer die schouders naar achter. Maak je rug mooi recht. Maak ruimte hier. Kruin richting het plafond. Kin parallel aan de vloer. En dan gaan we weer ademen. Als het goed is, voel je nu in je linkerheup wat meer gebeuren. En adem diep. Ook nu stuur je je adem weer naar je bekken. Naar je heupen. Activeer die bilspieren. Je verzacht met elke in- en uitademing. Kijk dan ook of je daar de spanning wat los kunt laten. Hou die rug mooi recht. Borstgebied open. Schouders zijn ontspannen. En adem door. Nog 3 ademhalingen hier. Adem in, verzacht. Adem uit, ontspan. Dan kom je langzaam uit de houding. En dan gaan we staan. Kom rustig omhoog, we hebben geen haast. Kom rustig staan. Voeten wijzen naar voren, ongeveer heupbreedte. Rol je schouders naar achter. Activeer even die benen en we gaan dadelijk door naar de squat. Dus check even of je benen actief zijn, dat de knieën niet op slot gaan. Dat wil nog wel eens gebeuren, in ieder geval bij mij. Heupen wijzen naar voren, je rolt je schouders weer naar achter, borstgebied is open. En dan vanaf hier schuifel je je voeten langzaam wat naar buiten. Kijk even wat voor jou comfortabel is. Dan breng je je handen bij elkaar. En dan ga je langzaam door naar de squat.
Als dit niet lukt op deze manier, dan doe je tegen de muur aan. En anders plaats je een blok of boeken onder je billen, zodat je daarop kunt steunen. Het gaat vooral om het openen van het bekkengebied en van de heupen. Dus ga niet over je grens heen. En probeer gewoon het meeste uit deze houding te halen voor zover dat nu voor jou mogelijk is. Blijf lief voor jezelf. En dan brengen we hier 3 ademhalingen door. Dus nogmaals, als het niet meer prettig voelt, kom je uit de houding. En anders kom je op boeken of op een blok zitten. Je steunt tegen de muur. Je opent je bekkengebied. En op de laatste uitademing laat je handen los. En dan kom je rustig op handen en knieën. Je brengt je polsen recht onder je schouders. Je handen zijn breed. Je knieën recht onder je heupen of iets breder. Kijk even wat prettig is. En dan wanneer je zover bent, krul je je tenen en je duwt je heupen naar boven, downward facing dog. En vanaf hier ga je langzaam naar voren en breng je je rechtervoet richting je linkerpols. Kijk even hoe dat lukt voor jou. Misschien moet je wat aanpassingen doen. Misschien doe je de 5 stappen over. Alles is prima. En pas dan aan. En dan zorg je dat je goed rechtop zit. Kijk even naar je achterste been. Of die nog mooi in lijn is met de heup. En dit is een mooie grote heupopener. Dan als het lukt, kom je nu langzaam naar beneden. Als je je houding eenmaal hebt gevonden. Dan zorg dat die heupen op 1 lijn blijven. Dus desnoods kun je wat dekentjes onder de heup plaatsen. Om je wat steun te geven aan de ene kant en aan de andere kant. En je kunt ook dekentjes of een kussentje voor je plaatsen. En dan kom je rustig met je hoofd naar beneden. En ook dan stuur je weer je ademhaling richting je heupen en je bekkengebied. Blijf voelen. Als het te veel is, kom je uit de houding. En anders blijf je verzachten en blijven we nog 5 ademhalingen hier. Dus ook nu stuur je die ademhaling weer richting je heupen en richting je bekken. Je probeert te verzachten. Een mooie heupopener. Nog 1 ademhaling. En op de volgende uitademing kom je langzaam omhoog. Je legt de dekentjes en de kussens aan de kant. Komt langzaam uit de houding. En dan gaan we weer op handen en knieën. En ook nu zijn de polsen weer direct onder de schouders. Knieën onder de heupen. Breng ze zo breed als voor jou nodig is. Krul je tenen. En dan stuur je die heupen weer de lucht in. Je duwt de mat van je weg. En dan nu breng je je linkervoet naar je rechterpols. Breng je rechterbeen naar achter. Ook nu kijk je even weer naar achter. Je stelt bij waar nodig, zodat dat nog mooi in lijn is. Knie in lijn met de heupen. Stel je linkervoet bij waar nodig. Werk ook nu weer met dekens waar nodig. Misschien onder de heupen. Misschien alleen 1 heup. En misschien voor je neer. Als je je houding gevonden hebt. Als je rug, als je heupen parallel aan elkaar zijn. Borstgebied open. Dan kom je langzaam. Laat je je hoofd rusten. Kijk wat voor jou comfortabel is. Naarmate je buik groter wordt, zul je niet zo heel veel ruimte meer hebben. Dus kijk wat voor jou prettig is. Laat je hoofd hangen voor zover dat kan. Ontspan. En richt je ademhaling weer richting die bekken en richting die heupen. Probeer je linkervoet te ontspannen. Je schouders te ontspannen. En blijven bij elke in- en uitademing verzachten.
En op de laatste uitademing kom je weer rustig omhoog. En kom je langzaam tot zit. Als je tijd hebt, ga je nu nog even lekker op je zij liggen in Shavasana om na te voelen. En anders bedank ik je voor je tijd en energie en wens ik je een super fijne dag. Namaste. Vond je dit een leuk filmpje? Geef het dan een duimpje en abonneer je vooral op mijn kanaal voor nog meer prenatale en postnatale video's.